Hoe heler die blijft, hoe vrolijker je bent. Wat is de voorkant, de achterkant, hè? Zit er niet aan. Oh. Je moet wel een beetje heel blijven. Ja, doe je best. Een beetje je vrouwelijke kant zoeken, hè? Schild dat je schild dat je ging worden de binnen nog eens keer. Zo. Benga. Nou, hoe voel je je nou? Vrolijk. Ik heb nu een vrolijke kant ervan. Nou, Jarno. Heb je een beetje een vrouwelijke kant? Nee, ik heb weinig vrouwelijke kwaliteiten. Ja? Ja. Maar ik ben even een kijk naar de juiste maat wil hebben nemen. Als ik dit zo zie, dan ben ik beide voor één been nodig. Heel oud, hè? Oh, kijk eens. Daar rekt er gewoon over, hè? Ik kreeg aan mijn tweede been, krijg je toch nooit bij jou wel in vredesnaam. Kom op, kan best. Oeh, ik wel. Kwa. Doe maar. Ja, kijk eens, jongen. Ik vind het nog wel goed staan ook nog. Hè. Ik denk het trouwens, Erik, als je hem zo aan de dan, dat zoek meer herkennen dan. Zo. Maar je kunt hem beter op, man. Ja, maar dit is de verkeerde kleur voor mij. Dit past en dat levert een tussenstand op van 1 punt voor Erik en 2 punten voor Jarno. Tijd voor de volgende test. En dat is de frikandeltest. De broers mogen elkaar op een fatsoenlijke wijze een frikandel voeren. Aan elkaar en fatsoenlijk. Mag het wel in jullie dieet? Jazeker. Ik ben geen bodybuilders. We zijn echte mensen. Nou, nog even je broer schoonmaken. Ik zal zeggen, laat de rest ook maar aanrukken. Er past er links en rechts nog maar 10 bij. Als je 15 bent. De stand is 2-2. En het is tijd voor de laatste test. De zangtest. Ouderdom voor schoonheid. Blijf vandaag, Erik. Nu maar podiëten of zo. Lekker. Erik denkt dat hij kan zingen. Maar eigenlijk kun je dat de maker en de zanger van het originele liedje niet aandoen. Tijd van onbezorgdheid is voorbij. Ik ga nog eens een keer een theatervoorstelling. Ja, Jochem Meijer, Najib Mamali. Nou, dat kijk hij alleen maar op DVD. Dat is cultuur. Ja, ook. Hoor het komen. Hoor het komen, ja! Yeah! En ik hing in Denenkamp. Natura Dorset? Ja. Hang je daar? Ja. Als gorilla? Ja. Als King Kong? Nee, echt? Ik ging over een gorilla. Sta er nou net zo op. We hebben de tweelingbrus kunnen weer. A long and dark to the life. Other! A raining revival! Other! Dan is Christus! Bloemen komen als een vlinder vrij. Alle bekams. Het is gewoon ik waardeloos. Geborgenheid. Pa, ma, sorry. De tijden, slechte tijden. Ah, op mijn zenuwachtig. Nou, dat was zo slecht. We houden het lekker bij 2-2. Dan nog even over de kwalificatiewedstrijd van aanstaande zaterdag in Vroomshoop. Dit weekend hier in je eigen dorp? Ja. Is het spannend? Ja, ik ben wel, ik ben wel gemotiveerder nog om hier nog harder te gaan presteren. Ik denk dat er wel een kwaliteit is die we allebei bezitten op het moment dat er heel veel mensen is en dat de druk hoger wordt, maar dat de prestatiedrang dan ook hoger wordt. Ja, nou, jij gaat het stokje overgeven volgens mij, hè? Ja. Doet dat geen zeer? Nee, want het is gewoon een feit. Ik bedoel, ik word dit jaar in november, ik word 41. En dit is mijn 20ste jaar dat ik het doe. Ik zou vorig jaar al stoppen. Alleen toen door allerlei voetblessures een peesplaat ingescheurd, 2 slijmbeelontstekingen, 2 keer een middenvoetsbeentje uitgewricht gehad. Ja, ik kreeg gewoon niet het afscheid wat ik zelf eigenlijk een beetje voor ogen had. Op een waardige manier. Erik heeft van het weekend de kans om revanche te nemen. En ik hoop dat het dat. En dat er zich plaats voor de sterkste man van Nederland. De eerste 2 gaan door. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat hij er dan bij is. En dat ik mijn laatste nationale wedstrijd kan draaien. Gaan we er nog huren aan het einde? Als ik win, weet ik het niet. Dan kon het best wel eens weer dat er wel een druppeltje traanvloeistof valt.